De brandweer is maandagmiddag rond 3:30 uitgerukt voor een bosbrand op grafwegen in Groesbeek. De blussers kwamen met spoed ter plaatse in de buurt van landschapscamping De Zoete Aard. De Groesbeekse brandweer moest daar eerder die middag ook al heen vanwege een melding van een buitenbrand op grafwegen. De brand was om 4:30 geblust.